Nationaal Archief Suriname. Die heeft er samen met Stichting Gebouwd Erfgoed vandaag presentaties gehouden voor districtscommissarissen en anderen die daartoe belangstelling hebben. Het is namelijk zo dat de burgervaders tijdens en moeders bij hun dagelijkse werkzaamheden heel veel zaken tegenkomen uit de oudheid. Zaken met heel veel waarde en zaken vooral uit de verleden tijd, uit onze geschiedenis. Maar vaak genoeg weten zij niet welke stappen daarna gevolgd moeten worden om dit allemaal goed te bewaren. Vandaar dat deze presentaties zijn gehouden, zodat de DC's nu handvaten hebben. We spraken hierover met beleidsmedewerker van het ministerie van Onderwijs, de heer Johan Rooser, gevolgd door de burgervader van Kommerwijnen, Mohammed Safiq Rajab. We willen dus kort gezegd ons erfgoed beschermen. En het is belangrijk dat als we het hebben over bescherming van ons erfgoed, het niet alleen maar een verantwoordelijkheid is van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, maar in feite van alle Surinamers. Maar we weten dat het land is ingericht naar districten en in alle districten heb je erfgoed. En we dachten dat het een goed zou zijn om in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport om voor de districtscommissarissen een capaciteitstraining te houden, waarbij we dus kennis delen met betrekking tot de wetten die er zijn en betrekking hebben op erfgoed, hoe die wetten toe te passen en ook te kijken naar de manier waarop zij als regionaal verantwoordelijke bestuurder hoe bijgedragen kan worden aan de ontwikkeling van ons erfgoed. Dus hoe zal dat in de praktijk moeten werken straks met de DC's? Ja, dat ze weten welke regels moeten worden toegepast. Bijvoorbeeld als er iets gevonden wordt in de grond bij uitgraving door een van de leidingleggende bedrijven, of dat iemand op een areaal bezig is met een graafmachine of iemand met een spade op een achtererf bezig is, dat regionaal wordt uitgelegd aan de mensen dat ze zich moeten melden, dat ze de districtscommissaris moeten melden en de districtscommissaris moet dan een onderzoek laten instellen. En hij kan lokaal bepalen als er verder gewerkt mag worden of niet. En dan moet hij de desbetreffende dienst in schakelen. Dus de DC heeft een belangrijke, is een belangrijke factor in de bescherming van erfgoed. Verder moet dus de DC ervoor zorgen, en zeker voor de randdistricten betreft, dat gevonden voorwerpen en ander materieel erfgoed de grens niet illegaal overgaat. Daar heb ik het over Marowijnen, Nikeri, ik heb het over Sanderij. Ik heb het, en u weet, we hebben open grenzen en we hebben ontzettend veel cultuurverlies geleden in het verleden. En we willen dus kijken op welke punten die wetgeving zwak is en aangescherpt moet worden. Maar meer nog, dat er ook beleid wordt ontwikkeld waarbij mensen bewust worden gemaakt dat het belangrijk is om het erfgoed van Suriname in Suriname te houden. Ja. En om welke wetgeving gaat het hier? Dus we hebben verschillende wetgevingsproducten. We hebben voor het erfgoed betreft hebben we de Monumentenwet van 2002. We hebben de Wet op Cultuurbehoud uit 1952. We hebben natuurbeschermingswetten die op erfgoed betrekking hebben. De mijnbouwwet heeft op erfgoed betrekking. En natuurlijk hebben we dus ook de conventies, de UNESCO-conventies, die we hebben geratificeerd. Het zijn er twee. En dus daaruit wetgevingsproducten voortvloeien. En zijn het wetten die nog voldoen aan de tijd, heer Rooser? Nee, helaas niet. We moeten ze aanpassen. Ze zijn oud. En ze zijn met de nieuwe ontwikkelingen in de wereld en de manier waarop mensen omgaan met erfgoed, maar vooral de mensen die dingen willen stelen en brengen, wegbrengen, dat die wetgeving op dat stuk nog moet worden aangescherpt. Het is te zwak. Ja, u zei ontwikkelingen in de wereld, ontwikkelingen zoals? Het is namelijk zo dat je dat wanneer we het hebben over erfgoed, artefacten onder andere,
dan praten we in termen van 70 miljard op jaarbasis dat illegaal wordt uitgevoerd aan cultuurgoederen. Dus illegale uitvoer van cultuurgoederen is samen met drugs en wapenhandel de grootste illegale uit- en invoer in de wereld. Ja. Ja. En Suriname dus, wordt ook slachtoffer daarvan dus? Dus die, het werkt zo in de praktijk dat mensen zoeken, laten we zeggen mensen die illegaal handelen in cultuurgoederen, dat ze zoeken naar landen waar die wetgeving zwak is. En waar mensen, controleautoriteiten, geen kennis hebben van erfgoedobjecten. Dan komen ze die dingen hier parkeren, die dingen blijven een tijdje. En dan voert men ze uit alsof ze ergens op de noodmarkt zijn verkocht. Of ergens van iemand overgenomen of gehad. En dan wordt het uitgevoerd. En dat moeten we niet hebben. En zijn er nog recente gevallen? Ja, er zijn recente gevallen van dingen die zijn uitgevoerd, bijlen. En die bijlen zagen we dus op een goed moment op eBay te koop, bijlen uit Suriname. Die voor $1,000 per stuk werden verkocht. Dus, en dat zijn nou de dingen, want we kunnen de rechtscommissarissen hebben die controle uitoefenen. Maar als we kijken naar wat er gebeurt in de goudvelden, recentelijk hebben we nog iemand gehad die een aantal artefacten heeft aangeboden, die uit een goudveld heeft verzameld. En hij wilde er geld voor hebben. En we weten dat er ontzettend veel wordt gevonden in de goudvelden. Maar die dingen worden of uitgevoerd naar Brazilië, of ze worden weggegooid, of ze worden gehouden door de mensen, totdat ze uiteindelijk ontdekken wat voor waarde het heeft om ze door te verkopen. Ja. En eenmaal het uit Suriname is, kan je ze nog terugkrijgen via wetgeving? Nee, dus zolang we die conventie van illegale uitvoer van cultuurgoederen niet hebben geratificeerd, kunnen we geen beroep doen op een ander land. Je kan in de meeste gevallen alleen maar een beroep doen op het andere land om dat goed terug te krijgen via de conventie. Anders is het ook zo dat je een situatie hebt dat wanneer je geen goed geregistreerd, geen register hebben van dat het van jou is, dat het ook moeilijk terug te krijgen is als je geen bewijs van eigendom kan overleggen. Ja. Maar wie moet nu daarop toezien dat er toch wel aanpassingen worden gebracht aan de wet? Is het ministerie van Onderwijs? Ja. Dus wij moeten dus als ministerie die hiaten die er zijn gaan opvullen middels aanpassing van bestaande wetgeving en het introduceren van nieuwe wetgeving. En dat vraagt dus een aanloop, een voorbereiding, stakeholders meeting en een stukje bewustwording. Want zo kunnen we alleen ons erfgoed beter beschermen. En deze 2 dagen, zegt u, is voldoende voor handvaten richting de DC's? Voor dat beeld over welke wetgeving er is, is het voldoende. Maar we hebben nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat we als land met al die instanties, met die hele samenleving, zorg kunnen dragen voor de bescherming van ons erfgoed. Ja. Maar in de praktijk, heer Rooser, waarin zitten de uitdagingen? De uitdagingen zitten in de handhaving en die verouderde wetgeving. Want als we bijvoorbeeld kijken naar wat gebouwd erfgoed betreft, hebben we al doorgekregen van justitiële autoriteiten van kijk, die monumentenwet is regressief. Pas als er iets gebeurt kan je optreden. En het voorstel is gedaan van maak het progressief, zodat voordat er iets gebeurt, dat het ministerie dan kan ingrijpen, zodat het dan goed komt. En dat de minister ook boetes kan opleggen. En dat pas wanneer de mensen hun boete niet betalen of tot inkeer komen, dan krijg je justitiële vervolging. Dus dat moet eerst gebeuren. Dus het ministerie heeft de macht en power om in te grijpen. Maar we moeten dat ook verder middels resoluties gaan regelen hoe dat in zijn werking gaat. Want wetten worden gemaakt, maar we zien dat heel veel resoluties moeten voortvloeien uit die wetten. En soms maken we die resoluties niet. Ik ben vandaag hier en ik heb veel stof kunnen opnemen. Komin is rijk aan geschiedenis en archeologische objecten. En ik heb vandaag tot ontdekking gekomen van hoeveel waarde die dingen zijn.
En er wordt niet gepresenteerd wat materiële objecten zijn en immateriële objecten. En er wordt nu bijvoorbeeld voor ons gepresenteerd een archief waar alle dingen opgeslagen moeten worden. En u weet, wij waren nooit bewust van hoeveel waarde archieven kunnen bevatten. Alle geschiedenis die we onze voorouders hier hebben gelaten. En vandaag ben ik tot ontdekking gekomen van nee, we gaan niet meer zollen met onze geschiedenis. We moeten ergens opslaan. En ik heb ook gezien dat, ik wist nooit dat bijvoorbeeld een kleine dans, een culturele dans, een soort immateriële archief bevatte. Daarin heb ik geleerd van dat de cultuur ook een erfgoed is, erfrecht, tot erfrecht behoort. Een heel mooi ding. Ja. Maar in de praktijk, DC, komt u dit wel eens vaker tegen? Ja, vaker tegen. Een voorbeeld, kijk, Marienburg. Marienburg heeft zoveel dingen achtergelaten. Onze voorouders hebben daar gewerkt. Heel wat materiaal is opgeslagen. En dat heeft een emotionele waarde. En die dingen moeten we blijven koesteren door ergens op te slaan. Door op te slaan kunnen dan toeristen, ook Surinamers, het kan binnenlandse toeristen of buitenlandse toeristen, ook van genieten en zien van wat er allemaal toen werd gebruikt. En deze dingen heeft emotionele waarde voor Suriname. En uw district, die kent toch een heel lange geschiedenis? Zeer zeker, want als je de linker en rechteroever van Komwene in jullie geschiedenisboeken tijdens schooltijd hebt meegekregen dat er meer dan 600 plantages waren, dan kunt u zich voorstellen dat heel wat materialen ergens te vinden zijn. En ik heb net begrepen ook, Motkreek, daar er veel archeologische artikelen zijn waarbij dan bij opgravingen worden ontdekt. Dus dat wil zeggen, toen we hadden die slaven ook gewerkt die ze geïmporteerde materialen of werkstuigen hadden gebracht, die alles zijn opgeslagen. Rijnsdorp bijvoorbeeld, op Bakkie, hebben we een museum. Daarin heb je ook heel wat spullen die je terug kan vinden waarbij die mensen toen hebben gebruikt. Friedrichsdorp bijvoorbeeld, rechteroever, daar heb je ook heel veel dingen opgeslagen. Men kan ook op de site gaan van de geschiedenis van Komowena en gaat men veel dingen ontdekken. U ziet dat onze deelname vandaag is heel productief. En ik hoop dat andere districten ook dit zullen meenemen om hun dingen goed te bewaren. Allesgene wat geschiedenis kan vertellen over het verleden, moeten we ergens opslaan. En daarom wordt de presentatie aan ons gegeven als districtscommissarissen om alles wat emotionele waarde heeft te koesteren en ergens te bewaren. Dus je gaat dit heel goed kunnen gebruiken? Zeer zeker, want Komwene, all eyes is Komwene. Alle toeristen gaan naar Komwene en ze willen iets zien. En daarvoor zal ik als DC de trekker moeten zijn om veel dingen goed te bewaren. En u weet, ik heb net ook aangehaald dat vanuit de zijde van de regering meer financieel aspect los moet komen, zodat wij bijvoorbeeld heel veel dingen kunnen doen om die mensen te laten wijzen wat we hebben. Want de opslag is heel belangrijk. Een simpel voorbeeld vanwege de COVID is ons openluchtmuseum van nu Amsterdam nu gesloten. Maar wat ik zal doen, ik zal het bestuur oproepen en daarna weer vragen om te onderhouden en dat mensen ook zon- en feestdagen de toegang kunnen krijgen met hun gezinsleden. Het hoeft niet een grote groepen, maar met gezinsleden, zodat mensen ook kunnen zien wat Komwene te bieden heeft.